Ik zit hier met Stefan Gires, productieleider van Theaterfestival Boulevard. Jullie zijn hard bezig nu met de opbouw, maar wat komt er allemaal bij kijken? Alles wat wij hier doen op het festivalterrein is alle dingen die kan vastpakken. Of het nou gaat om een tent, om licht of geluid, of het gaat om de toiletten en de hekken. Dat moet bedacht worden om het hier neer te zetten. De functie daarvan moet bedacht worden en vervolgens moet het daadwerkelijk ook geplaatst worden. En dat is eigenlijk wat we doen. En dat doen we op de Draden. En dat doen we ook elders in de stad op 4, 25 locaties waar locatieproducties staan. En kun je ons een paar cijfers geven? Nou, lastig, maar je moet toch denken aan naast de parade hebben we dan 25 locaties. En op alle locaties, inclusief de parade, hebben we 40, 50 tenten staan in allerlei maten en vormen en kleuren. We zijn deze bouwdagen met 250 mensen aan het werk door de stad heen en hier op het plein. Er zijn professionals, maar er zijn ook een hele grote groep vrijwilligers. Je moet denken aan trailers. Nou, ik denk dat we in totaal wel 20, misschien wel 30 trailers aan materiaal de stad inrijden. Altijd meteen goede gesprekken over hebben met het mensen van stadsgezicht natuurlijk, want we zetten de stad ook een beetje op zijn kop. Dat soort aantallen, dat zijn dingen waar je aan moet denken. Ja. Het loopt allemaal op schema. Ja, heel erg zelfs. Als je nu al rondkijkt, het is nu 2:10, het is woensdagmiddag. Dat betekent dat we nu gisteren eigenlijk de bouw hebben afgerond en dat we nu bezig zijn met de inrichting. Nou, je ziet eigenlijk al als je naar alle tenten kijkt dat ze al volle bak aan het inrichten zijn met decors, met taps, met podia, met tribunes. Daar zijn we gisteren eigenlijk mee begonnen, dus we lopen zo'n halve dag lopen we voor. Het weer zit natuurlijk hartstikke mee, het is fantastisch weer. Als het regent, dan schiet er een vertraging in. Maar als het dan lekker weer is, dan een voorsprong.